Hoi, ik ben Peter de Pater, 46 jaar. Ik ben hier niet geboren, wel getogen. En van kind af aan kwam ik al op heel veel mooie plekjes van Ede. De laatste jaren kom ik hier wat vaker, op de kazerneterreinen. Hier gaan moderne gebiedsontwikkeling hand in hand met de historie van Ede. Ede was een hele belangrijke garnizoensplaats. En inwoners en toeristen die erop afkomen, die willen natuurlijk ook een goede bereikbaarheid. Hier komt straks de nieuwe parklaan achter te lopen. En inwoners en toeristen, die willen natuurlijk wel bewegen en leven, maar die willen in het weekend ook een doel hebben. Nou, je weet, Ede is één grote buitensportaccommodatie met een groeiende festivalkalender. En als u nou goede ideeën heeft hoe we kunnen werken aan een betere infrastructuur, betere bereikbaarheid, een betere gebiedsontwikkeling, mooie ideeën voor de sport of voor de toerisme, mail me dan, zoek me dan op. Dan maken we er samen wat moois van.